Ja, we zijn begonnen. Het is Yes. En zo. Dus welkom bij deze 8e aflevering alweer van Lockdown. Lockdown-tijd heb ik mijn podcast anders genoemd. Is het ook dagelijks en zo met Skype en al. Ja. Ja, wat is... Wat er vandaag is opgevallen is, dat is voor de 100e aflevering van mijn voorproductie, de Vrienden van Venlo, de podcast, had ik 600 euro gestoken in 30 captatie. En nu sta ik al 7 Skype-gesprekken met deze beeldkwaliteit op YouTube. En dat mocht meer bekeken dan die show waar ik 600 euro voor captatie heb neergelegd. Dat is me vandaag opgevallen. Ja, het gaat soms meer om ik weet het niet, de inhoud zelf dan technische ervan. Hè. Mm-hmm. Ja. Als het tof filmpje is tof, hè. En ja. Ja. Die van die filmpjes die heel schoon gefilmd zijn, maar nee, ik heb een kloten trek. Mm-hmm. Nee, het hangt van alle factoren af, maar cool man, kijk, lockdown, het is super relevant. Doe niet anders dan baan dan Skype, de laatste dagen. Had je Skype, zei de juist. Mm. Of met Facebook of Instagram, wat is het? Ja. Uh-huh. Speciale tin vindt. Right. Dus gaan we een intro jingle afspelen. Dus een intro jingle. Well, it's a Voilà, ziezo. Dus, oh, en dat is zelf gemaakt? Nee, dat is gemaakt door Johnny Trash, de cowboy uit Leuven. Ah, cool. Is dat voor jou gemaakt? Of, nee, die heeft daar een dag, in deze lockdown-periode heeft toch Massa State en zo, dus heeft een dag weggestoken in een jingle te maken. Cool, man. Cool. Ja, en dat is zo met verschillende sporen en zo. Maar ik heb morgen een podcast met M en Tao en Chris. En je zei van, het is wel moeilijk, want het is maar 2 stemmen. Maar ik ben nu gewoon aan het overwegen, als het technisch mogelijk is, via Skype, om het met de loopstation van Tao te doen, en zo die stem, en dan, dat is voor morgen. Ja, dat is wel mogelijk, denk ik. Mm-hmm. Een beetje, hoe technisch het verstand ervan hebt, maar alles is mogelijk. Zeker. Ja. En dus deze keer spreek ik met Skummik. Je hebt ze. Hallo. Ja, ik ga Skummik zeggen zeker, omdat dat ook de naam is waaronder ik dat mezelf. Ja, tuurlijk. Ik ben Skummik, dus... makes sense. Ik ga Skummik zeggen. Dat is goed. wie is Skummik? Huh? Wie is Skummik voor de mensen dat... Wie is Skummik? Ja, identiteit is maar een geloofssysteem, dus wie ben ik? Wat ben ik? Ja, dat is eigenlijk een hele interessante vraag. Ik introduceer mezelf heel slecht. Ik heb zoiets van, kijk, wie weet wie dat ik ben. Zoek het op YouTube. Ik ben een rapper, ik ben een acteur. Doe ook aan protesten. Ben een veganist. Animal rights activist. Noem maar op. Maar mezelf definiëren, ben ik heel moeilijk in. Ja. Dus, Zoek het op. If you like good music, Search that shit. Mm-hmm. En juist, deed jij ook mee met... wat was het? Ja, ik vergis mij altijd, dat is de nieuwe lichting en Humo's Rock Rally. Dus, Humo's Rock Rally. Ja, de Humo's Rock Rally. Top eventjes is uitgesteld, maar het is uitstellen en geen afstel. Dus, we zijn er nog mee bezig. Ik leg er nog niet uit. Oké. Dus dat gaan we wel nog doorgaan dan, na de lockdown. Ja, inderdaad. Ze spraken over begin april, maar ik vrees daar ook voor. Ja. Ze spreken toch over een aantal weken nu, de lockdown. Dus ik geloof nog niet dat het voor april gaat zijn. Maar we zien wel, ik zie er ook positieve van in. Moest dat toch zijn doorgaan, dat was echt een paar dagen voor die strenge maatregelen. Mm-hmm. En iemand ging toch aandacht aan voor die wedstrijd. Dus in die zin vind ik het echt niet erg. Plus ook,
Ik heb nog wat meer de tijd om me voor te bereiden. We moeten een coversong maken. Voor de halve finale nu. En ik heb in een week een tekst geschreven. En nu vind ik het wel interessant om wat meer met dit erin te steken. En misschien nieuwe dingen te proberen. Dus, ik zie niet zo het slechte ervan in. Ja, nu dat je het zegt, denk ik ook dat al de groepen die nog door zijn naar de... Was dat de halve finale of de finale? Halve finale, ja. En naar de halve finale, dat die ook wel allemaal veel meer tijd hebben nu. Dus denk ik dat er wel nog een sterke halve finale gaat worden. Ja, zeker. Maar ja, ik kijk er echt naar uit. Ik vind dat ook tof, die spanning. En probeer me ook niet te veel te richten op winnen, wat dat wel heel moeilijk is. Dat is wel de bedoeling, om zo ver mogelijk te komen natuurlijk. Maar ik probeer mijn verwachting los te laten. En gewoon uiterst mijn best doen. De beste versie van mezelf belichamen. Iedere dag, eigenlijk wat ik doe. En we zien wel waar we terechtkomen, maar zonder verwachting. Ja. Want de fun verdwijnt dan ook achter een eindje. En als het dan niet lukt, is het verdrietig. En dat wil ik ook niet. Mm-hmm. Dus ja, ik heb got a good feeling about it. Ja. Oké. Zo, dat is goed. Deze aflevering gaan we dus wat ergernissen overlopen. Dat was de bedoeling, zo van die domme ergernissen. Zodat we daarover gingen spreken. Dus ik heb dat lijstje, want ik had het wel voorbereid. Ik had vandaag ook weer gevraagd van, heb je het voorbereid? Ik kan mijn ergernissen opnoemen. Moest je niet opschrijven, snap je? Oké. Het zit in mijn kop. En hoeveel heb jij er misschien opgeschreven? Ik heb er 10. Maar eigenlijk, het is... Ja, goh. Ik probeer me niet te veel te richten met mijn mind op wat ik me dan... waaraan dat me erger. Ik probeer liever zo, ook bij de mensen of zo, kan het goede van de mensen zien. Ja. Maar ja, ik heb ook zo van die domme ergernissen vooral opgeschreven. Ja, maar van die domme shit kan ik ook. Maar ik heb ergernissen. Ook eerlijk ben met mezelf, natuurlijk. Ik heb massa zijn. van die domme shit. Van die domme shit. Wat is jouw grootste ergernis? Ja, ik heb het niet echt in volgorde gezet van... Dat je echt zegt van, kijk, godverdomme, dat hangt echt mijn strot uit. Ook dat horen kreeg ik. Ik heb wel van... Ja. Alleen zo één dat ik nu direct zie is zo van die oude mensen zo. Was dan dat ik zo nogal zo, ik zo langs de ree aan het fietsen ben... Dat ik zo vrij rap wil fietsen en al. En dan dat ik zo iemand zie zo op een elektrische fiets, die zo... Ja, die ik daar geen moeite moet doen om te rijden. En die me dan toch inhaalt. Dat vind ik... dat vind ik aan mijn tand. Zalen. Ja. Ik kan soms ook naar mijn werk vertrekken. En ben te laat, dus dat is mijn eigen schuld. Ik vertrek in het verkeer. Er is zelfs niet veel verkeer. Maar ik erger me aan iedereen dat voor me rijdt. Ja. Iedereen krijgt de schuld omdat ik te laat ben. Ja. En bij ieder mens is dat is echt iets typisch. Iedereen dat in het verkeer zit, erger dan elkaar. Ook al is het maar een vent dat je 2 seconden hebt pot, dat je achter hem rijdt, krijg je uiteraard te rappen. Mm-hmm. Maar ik zag eens me echt ergeren aan de mensen. En moet mezelf daar echt tegenspreken van Gauthier, het is je eigen fucking schuld dat je te laat zit. Het wel, maar iedereen krijgt de schuld omdat ik te laat uit mijn bedden zijn gekropen. Ja. Dat is. En uiteindelijk, gedaan in mijn werken en je zit wel uit je humeurtje, moet ik er echt wel mee lachen. Zo van, je nachtelijke zak eigenlijk. Maar soms kun je me echt ergeren aan het verkeer. Is dat nogal een ochtendtumeur dan ook? Ik heb geen ochtendtumeur. Nee. Ik kan echt niet. Maar het is toevallig gewoon omdat je 's ochtends naar je werk moet. Ja. Ik kon het ook niet voor te gaan werken. Maar zo, ik kon zien het om te laat te komen. Ja. Iedere nacht dat ik te laat heb staan. Altijd. En ik haast me toen aan mijn werk en ben met de ergeren. Ben met de ergeren bij een humeur te krijgen in mijn auto. Door het verkeer. Maar dat is eigenlijk mijn eigen schuld, ja.
Nee, maar nog een tumeur. Ja, nee. Ik ken mensen met nog een tumeur. Door ik stoor ik mijn massa's aan. Ik erger me aan mensen met nog een tumeur. Best hoe je dat hebt, is gewoon een uur je bek om. Ja. En niet tussen de mens komen. Drink de koffie, kom de deuren. En kom toen. Kom toen bij me. Maar anders, stay out of my zone. Oké. Okay. Ik heb een ergernis, die moet ik echt vertellen. Oké, zal wat doen, maar. Zeg maar. Dat is... I can't help it. Iedere keer ook het hoor, krijg ik gewoon een rilling. Dat is echt waarheid. En er zijn nog mensen die in dezelfde ergernis zijn, dat ik nog net noem. En dat is... als ik naar de radio luister, of naar het nieuws kijk. Van die presentatoren, maar echt van die... een rollende R. Ja, ja, ja. Snap je wat ik wil zeggen? Niet ja. De Franse R. Er is een grof verschil. Maar ze echt van een Nederlandse rollende R. Ja. Dat zo gelijk voorzichtig overkomt, bedoel je? Zo. Nee, ik weet niet waarom. Ja? Ik weet niet waarom. Ja. Allee, ik vind dat super lelijk. Ik vind dat super lelijk. En als er iemand spreekt tegen me met zo'n R... Allee, gewoon iemand dat naast me staat, dat fysiek bij me staat, heb ik daar geen probleem mee. Maar als ik dat hoor door een micro, de radio of op televisie, krijg ik daar de redding van. En mijn oma is ook zo, dus ik kan daar niet tegen. Ja. Kom er vis van vet. Echt. ik kan dat niet, ja. Dat is niet dat ik iets... Allee, dat is niks persoonlijk tegen die mensen, nee, maar ik vind dat afschuwelijk. Ja. Dat is een van mijn... Dat is een van mijn grootste ergernissen. Ja. Hoe verklaar je dat dan? Hè? Ja. Ja. Ja, ik weet het niet. Heb je ook zo'n R misschien? Ik? Nee, ik heb twee R'en dat ik door elkaar gebruik. Ja. Dat doe jij? Ja, nee, gewoon als ik gewoon spreek, dan heb ik... Ja. Wat? Een R? Dan heb ik soms de R en soms de R. En dat is ik onbewust dat ik dat afwissel. Ja. Ja. Ik erger me. Zie maar twee in één woord. Ja. Ik erger me. Of ik erger me. Zie, kijk voilà. Ja. Creatief, ja. Hè. Ook iets totaal anders dat ik nog even zou zeggen is... Dus ik had gisteren zo besloten om zo wat posters op te hangen. Omdat het anders hier zo leeg leek op beeld. Ik heb vandaag, omdat ik dacht van ik ga nog iets extra hangen... Heb ik gewoon een blokfluit met twee stickers daar ergens gehangen. Ja, dus dat nice. Ding dat je daar ziet... is een blokfluit. Ik weet niet hoe stevig dat die stekkers zijn, dus het kan zijn dat dat plots gaat vallen. Dat is zo'n blokfluit. Maar ja, ik heb ooit nog muziek zo gedaan, maar ik had eerst in het conservatorium gedaan, ik was dan zo er niet door voor noten leer, ik had het in ergens anders gedaan, en ja, toen zat ik direct al in het derde jaar, maar moest ik ook blokfluit spelen daar. En ik had dat dus niet gedaan, maar ja, die zijn dus al 3 jaar verder. En ik moest niet toch nog blokfluit erbij leren, dus dat is zo met een gestopt dus naar... Met andere woorden, gezakt voor dust met de blokfluit. Ja, maar kan wel nog. En die hangt nu daar. Ja. Een lastige vraag staan, maar ik zou het wat tof vinden, moest je doen. Ik een liedje zingen voor min... Allee, een liedje spelen, heb je blokfluit. Ik ben wel eigenlijk redelijk benieuwd. Maar ik kan echt niet, dat gaat echt zo... Ja, weggeslecht zijn. Kan je dat filmpje van zo de intro tune van... Wacht een glas met die blokfluit. Houd je dat van kwaliteit zo. Da. Maar dat is toch cool? Ja. Oh, cool, maar dan er een keer van bij. Oké, ça va. Right, ladies and gentlemen. Ik ga even terug maken. Dat ik hoog en zo, hoe dat klinkt. Ik weet ook dat ik echt zo al 3 jaar of zo geen blokfluit heb gespeeld. Ik had zo al langs teruggevonden. En toen dacht ik, aha, ik heb een herstelende woordspeling meegemaakt. Van, als ik u niet bereik, kan ik zeggen, ik snap er geen fluit van. En toen had ik hem al terug weggelegd. Dus had ik dat eigenlijk voor herstelende gebruikt. Ja. Ja, ik weet niet, ik had een keer op proberen te spelen. Ja. Yeah. Dat is zoiets. Yeah. Ja. Dat was het beste dat ik eruit kan krijgen, denk ik. Ja, meisje. Zalig. Dames en heren, Louis met zijn blokfluit. Ik kan nu niet klappen met mijn hand, dus zal dit met mijn wangen zijn.
Voilà. Was dat was wel een kort liedje. Hè? Hm? Was ja, dat was, ja, dat was een kort liedje. Kort en krachtig. Ja. Maar de mooiste liedjes duren niet lang, hè. Dat is heel juist, hè. Voilà. Let me leave. Maar ja, dan ben er nog, maar. ja, nee, dan het ergernis dat ik had staan. Is ik al ergernis dat ik, ja, ik had dat zo... Dan dat ik begin... Ja, begin maart dat vastgelegd dat ik die podcast ging doen. En toen had ik toen ook al wat ergernissen opgeschreven. Dus toen had ik opgeschreven openbare toiletten in Kortrijk. Omdat dat ik niet echt heb. Ik heb dat zo, soms zo aan het begin of park. Maar anders heb je dat toch niet? Terwijl je aan Gent en zo heb je dat wel. En dat vind ik wel aan de tand. Wat erger je? Dan er geen zin of dat ze veel zin? Maar nee, gewoon dat dat er niet is. In Kortrijk. Ja. Heb dat niet. Maar ja, voor je toch moet pissen, pest je hier niet aan de strukken? Nee. Of durf je dat niet? Nee. Je hebt toch een pimmelang? Dat is toch een massa's handen? Ja. Ja. Dat is de luxe van een vent, hè. Ik openbaar de wc's. Want ik heb me zo aan zit, ik pest ik wat ik staan vind. Ja. Ja. Ik erger me dat totaal niet aan. Oké. Dat is een goede tip. Niet, dat is een ergernis van mij. Ja. Zalen. Voilà. Ja, maar ik snap maar hoe je moet kan. En er is nergens een wc. En Kortrijk. Ja, dat is ook me ook wel nog erger. Wat je moet pissen vindt, ja. Kies de struk uit, hè. Er is toch genoeg struk in Kortrijk, toch? Is dat? Maar ja. Oh. Of pis tegen de kerk? Nee, het is zo wel, hè. Ja. Ik heb nog van die opmerking maken, maar er rust een maas mee. Om dat rekening. Ja, het is niet dat ik zoveel volk luistert, hè. Dus, ça va. Nee, en toevallig mijn tweede ergernis. Ja, had ik een klein beetje ermee te maken. Maar als je naar het toilet moet, en je merkt dat de persoon voor je, dat de wc opnieuw op was, maar dat er geen nieuw heeft te hangen. Dat is ook bij aan mijn tand. Ja. Ja. Weet je wat nog meer? Dat ik dat meestal ook pas door heb, wanneer dat ik al, wanneer ik eigenlijk de wc opnieuw nodig heb. Dus dan is het eigenlijk ook de laatste dat ik het pas dus dat. Maar we in het algemeen, dus, like, met mijn werk heb ik dat ook, en dat kan me ook wel echt aan ergeren. Is gewoon in het algemeen dat de persoon voor je de wc niet gebruiksklaar heeft gemaakt voor mij, de volgende. Like, dat ik gewoon nog de afdruk van zijn kerf zie, van zijn poep zien, met zijn zweet. Dit was zo dat je de twee belletjes ziet, maar dat is een beetje natte heiden ze. Dat kun je echt aan ergeren. Ja, of als er zo nog haar aan hangt. Dat is nog Dat is... Ja, voilà. Kijk, dat kun je ook wel aan herinneren. Mm-hmm. Zullen ik diep inhouden, liefst die boven de wc. Dan pak je wat papier en wat zijpen en kus je het af. Ja. Dat je daar zelf niet mee moet bezig hond, hè. Mm-hmm. Zeg, hè. Ja. Dat is waar. Kijk, ik betaal dit mijn werk om met wie anders zijn reetzweet van de bril af te vangen. Ja. Kun je dat plaatsen? Ja? Kun je dat plaatsen? Ja. Ja, het is... Ja. Een rare ding vindt. Nee, dat kun je ook wel aan herinneren. Wat kun je ook nog aan herinneren? Het zijn lelijke teennagels. Ja, lelijke teennagels. Ja, van die korte teennagels. Komt er niet zoveel in contact met iemand anders zijn teennagels? Nee, maar hoe ik het zie. Langs straten, zodat er een vrouw met eelt aan haar voeten. Of ze maar van die kiezige tijn, of van die oudere venten, maar van die sandalen aan ze. Ja. Echt van die fulle tijnen en zo. Daar heb ik ook aan naar het kijk. Ja. Is dat ook iets waarin dat ik je vind? Ik was gewoon aan het pijzen, wanneer ga ik nog het laatste iemand zijn tenen gezien eigenlijk. En ja... Ik heb het probleem niet, omdat ik gewoon er niet echt op let, denk ik. Dus. Wat je in ogen vond dat toch per ongeluk hebben ze. Die tuin. Ah. Ja. En tot tegenovergestelde, schone voet. Ja. Van meisjes, echt schone voet. Van die perfecte naast. Dat vind ik toch raar. Snap je? Wat iemand zijn lelijke voet, nee. Kun me echt kun er getraumatiseerd van zijn. De rest van mijn leven. Ja.
Oh, is het ook omdat ik ze getijden heb, dat ik niet heb zeggen? Ah, nee, nee. Maar ik ga ze ook weer niet tonen, nee. Maar, nee. Duidelijk, man. Nee, wat ik nog heb staan, is, ja, zoek als je zo, ja, gelijk op café zit te spreken met je maten, eh? Dat was iemand komt bijstaan die like, zo veel te lang babbelt zonder echt iets te vertellen. Dat ik wees, dat was je punt nu eigenlijk. Dat. En ja, zo, uit mijn leeftijd zo wel, ja, blijft luisteren zo, van, ja. Maar like, dat dan niet meer aan het luisteren bent, en ik gewoon aan het hopen bent dat ze zo rap mogelijk weggaat. Ja, dat is ook ja, we in het algemeen, mensen, dat je ze nog niet echt kunt, dat je nog niet echt kent, die rare gesprekken aan. En dat je ergens niet onbeleefd wilt doen, en je wel nog blijven luisteren naar die mensen. Ja. Stel, zeg iets, hè? Ja. Maar dat je het ergens subtiel wat signaal heeft van het is genoeg geweest. Just, hè? Ja. Maar ja, dan heb je ook die mensen dat, dat soms niet doorheen, hè? En dan is dat toch zo, ja. Net. Pak je ze prolijk, gsm, normaal gebaan. Flop even naar de wc en laat je maten tonnelijnen met die kerel. Dat kun je ook aan doen. Dat is meestal dat ik het zo net plas, eigenlijk. Nee, ben wel eerlijk. Ja? Maar soms wel gewoon de mensen niet kwetsen. Snap je? Ja. Sommige van die momenten, zo, allez, mensen ook onder trots. En ik wil toch niet voor iedereen, dus ze zeggen van, hey, gast, is het lastig of... Snap je? Als het niet begrijpt. Toen probeer ik liever een smoesje, een leugentje voor best wel. Ik denk er ook wel aan. Ik kon er liever iemand apart pakken en gewoon zeggen van, kijk, ik vond dat niet cool. Maar ik ga dat niet doen aan de mensen die staan. Dus het is een moeilijke zone, inderdaad. Ik kun je dat wel nergen als dat is shit, maar... belangrijk om de mens niet te kwetsen. Juist, hè. Zeer in tijden op deze. Dat is waar. Everyone's offended. Maar ook, ja, kwetsen ook niet graag mensen. Ja. Maar, ja. Kwetsen maar veel mensen. En mijn muziek. Goh. Ja, maar ja, dat is ook anders, hè. Dat is anders, hè. Dat is anders, ja. Dat is ook zo meer ludiek. Allee, maar dat is wel een probleem. Ik kom me niet op schaam om iets ludieks te doen. Mm-hmm. Ook al zodat de mensen kunnen kwetsen. Maar meer kwetsen op de manier van breng hun in schaamte. Ja. Snap? Daar heb ik zo wat minder problemen mee. Mm-hmm. Maar ja, maar dat is toch duidelijk dat om te lachen is ook en zo. Hè? Want, ja, soms is er een hele dunne grens. Ja. Hè? Ja. Soms weet ik echt van mensen dat ik eigenlijk de racisten of zo, ik er echt kloot, maar echt persoonlijk en diep. Dat is ludiek, dat is grappig, omdat ik gewoon totaal niet eens sta met hun gedachten. Mm-hmm. Toen heb ik er ook totaal geen probleem mee om dat te porren met een stok. En racisten, daar heb ik ook, erger ik me ook aan. Ja, moet ik bezig aan het van onderrond. Van, ik heb goed om te blijven dat ik een stomme mannen zie. Dat zo die drie personen. Oh, wat onderhand heeft zo'n nummer. Ik heb goed om te blijven dat ik een stomme mannen zie of zoiets. En dan heeft hij ook zo drie personen, zo dat hij echt zo, ja, gelijk zo vanuit het personage. Maar zo'n rijke dikke nek, zo'n rijke dikke nek. En dan zo in Vlaams Belangen en zo zulke personages. Die ik, ja, zo wat. Dat is wel de arrogantie eigenlijk spreekt zoals dat zij zouden spreken. Ja. Ja, maar ik ken die band niet. Ja. Onderhand. De rapper. Ja, ja. Van in de straten. Ja, ik kon eigenlijk zijn volgen niet echt, hè. Ja. Iedereen. Maar ik vind, het is wel een cool concept. Maar het is wel interessant hoe je vanuit het perspectief van andere mensen... het woord kan voeren. Ja. Dat is ook wel leuk. Allee, uiteindelijk moet me ergeren aan mensen al dat ik wel, of ja. Inderdaad, ik vind het leuk om mensen te bestuderen. Ik heb ook niks tegen. Ik heb ook niks tegen mensen. Ik wil het zo zeggen. Mm-hmm. Ik heb niks. Ik heb persoonlijk, allee, moet ik het zeggen. Ik heb niks tegen racisten zelf, versta je? Bijvoorbeeld. Of
Ja, maar het is meer, ik heb wel iets tegen wat ze doen. Ik geloof niet in slechte mensen, ik geloof in slechte daden. Ja. Dat ik het wel interessant vind om de mensen van op een afstand te bestuderen. Ik heb ook een hekel, ik herinner me ook bijvoorbeeld aan mensen die betalen voor dierenexploitatie, voor het doden van dieren, voor consumptie bijvoorbeeld. Ik ben een veganist, dus ik heb er ook een enorme hekel aan. Weet wat, ook vanuit medeleven voor iemand anders, voor een dier bijvoorbeeld. Ik herinner me ook. Maar ik vind het wel interessant om hen er te benaderen. En hoe komt het als ze zo denken en hoe is het zo kunnen komen? Ik heb niks tegen die mensen. Maar ik herinner me gewoon aan hetgeen dat ze doen. Voilà. Mm-hmm. Dat is niet omdat je iets vroeger deed, het al voor in de toekomst nog gaat doen. Je blijf in dat je bent, maar je acties en je woorden kunnen veranderen door de tijd. En, ja. Ik kan nooit zeggen, ik herinner me aan bijvoorbeeld Ayon, Aloui. Ik kan wel zeggen, ik herinner me aan hetgeen dat hier nu aan toe zit, bijvoorbeeld. Oké, ja, ça va, ik ga dan afronden. Dus. Voilà, dat is goed. Tof. Nee, ja, je weet wel wat ik wil zeggen. Hè. Ja. Uit, smit een nieuwe ergernis in de groep. Ja, dat is nog eens aan komen, ça va. Ja, ook even tussendoor, dat mij juist opgevallen is dat mijn scherm ook al 2 keer bleef stilstaan. Ik heb dan gewoon terug mijn camera uit en aanzet. Ja, uw beeld blijft bewegen, maar ik had eigenlijk 2 keer dat mijn beeld stil stond. Ja. Ik dacht dat aan mijn gsm lag, maar het is blijkbaar je computer. Ja, blijkbaar. Ja, maar anders had ik het probleem eigenlijk niet. En nu, ja, plots 2 keer achter elkaar. Maar ik heb het dan opgelost. Dus ik hoop gewoon dat het niet te lang stil stond. Maar ik zit ook niet aan te kijken. Ook aan. Ja, dat is erg. Nu zit ik mij daar aan te hagen. Ja, dat scherm dus soms stil staat. ik hoop gewoon dat het niet echt stoort. Omdat ik ben nu ook bezig met... sinds vrijdag. Met die aflevering op YouTube te zetten. En dat werkt wel nog ergens. Ja. Cool. Ja, het zou wel. YouTube-ding. Dat je iets meer heeft dan... De klank erbij dat je er gezegd hebt geplaatst. Dat is ook wel leuk. Maakt het wel interessanter, even naartoe te kijken. Mm-hmm. Ik erger me aan slechte internetverbindingen. Kijk, voilà. Ja. Ik kon je dan juist een Pornhub zet. Bedoel, YouTube, en je filmpjes aan het laden. Ja. En wachten, ja. De stemming is toch, hè. Ik moet dan wel aan ergeren. Kijk. Voilà, ja. Nog een erbij. Ik vond je vergissing, ironisch. Sorry. Oh, het was... YouTube, hè? YouTube. Ja. YouTube. Oren heb ik er nog nooit van gehoord. Zo. Agnes, kijk nog even staan. Bedankt. Slaat op je computer. Slaat erin. Ah, ja. Wacht. Is het opgelost? Ja. Je kan terug bewegen en zo. Voilà, uit. Omdat je te veel beweegt. Misschien moet je steller blijven zijn. Kijk, het te veel te weer van dat, hè. Nee, dat is gewoon dat ik stil blijf zitten. Oh, het is privet. Maar jongens, dat was zo geloofwaardig. Chitza. Ja. Dus het volgende dat ik had staan is... maar kijk, het heeft de kleur van de ogen heb. En dus zo games... Ja. Maar zo games, ja. Zoals je zo'n avatar moet maken en moet zo de kleuren van de ogen instellen, kun je nooit kiezen tussen twee verschillende kleuren van de ogen. Dus je moet altijd kiezen, als ik zo eventueel maak dat mij gelijkt, welke kleur dat ik ga kiezen. Wat kleur kies je dan? Ja, ik wissel bezig. Ja. Wat deed je dan? Een groen en een blauw? Groen en bruin. Hoog. Oh, zo. Ja. Oh, hi. Ja. Dat is dat zo bij zo, games, dat je niet kunt kiezen van twee verschillende kleuren van ogen. Dus dan moet één man zoen. Moet die man zoen voor de rechter trekken. Dat is discriminatie. Mm-hmm. Dus ik dat ze een game zo niet brengen, en dat je zelf niet black zou kunnen maken, snap je? Ja. In de klachten. Staan achter je. Arme Electronic Arts. Ook met de Sims spelen werd mezelf gezien. Ja, kijk. Ik herinner me aan games die te weinig keuze aan en kledij ook. Weet je dat niet? Ja. Soms van die games het echt niet veel keuze. Ik ben bezig over de Sims. Ja. Niet dat ik dat speel, nee, maar ik heb dat gezien van iemand. Mm-hmm. Die dat mee speelt.
En ik dacht dat ik dat dier alleen. Ik heb dat gezien. Hè. Allee, ja. Ik ben een stoer voor de Sims. Stel je voor dat ik ermee speelde. Was niet genoeg. Bedoel, die persoon kon niet genoeg kiezen tussen zijn kledij. En kost mezelf niet maken. En dat heeft me echt aan geërgerd. Die persoon kost mezelf niet maken. Hij heeft hem er echt aan geërgerd. Ja, oké. Okay. Kutspel, jong. Snap je? Ja. Nee, maar ik snap meestal wat je zegt. Maar ik zie dat je veel zegt van snap je. Nee, ik snap je volledig. Het is goed. Het is in orde. Ik heb veel bevestiging nodig. Ja. Ja. Ik heb het ook. Moeilijke jeugd. Snap je? Okay. Ja, dan ook zo'n beetje... Ja, wacht. Ja, nee. Ja, toch. Ja. Ik had zo'n ergernis ertussen staan, maar die andere ergernis is meer aansluiting bij zo'n games en zo. Want ik was onlangs zo'n game aan het spelen. Zag je dan zo van die, zo'n reclame van een andere game? Dat zo gelijk een reclame dat ik zag dat die... Ja, die reclame toonde gelijk een game dat totaal anders was dan de game die echt zo was. Dus als je naar die reclame kijkt, page, dus een heel andere game. Een beetje coole game, download de game en het is iets totaal anders. Lijkt dat, ik kan mijn dingen hier in de stekker moeten steken, mee gezet, of dit vond. Nee, maar ik snap wat je wil zeggen. Zo van die vete cinematische trailers, waardoor je een bepaald idee krijgt van de game, ja. Wat dat ik heb gekloond trekt. Mm-hmm. Ik kon dan met de trailer, dat het gewoon over een film van Suicide Squad. Mm-hmm. Ik me er ook aan geërgerd. Had naar de cinema, gepijst toen die film had dat ongeveer zin. En het is toen heel... Ja, je kreeg iets anders. Je kreeg iets anders voor je geld. Kunnen we er ook wel aan ergeren. Ja. Ja. Dat je zo'n film hebt, ben ik aan het denken als je zo naar de cinema gaat. En soms ook zo die mensen dat zo de hele tijd zitten te babbelen. Terwijl de film bezig is. Dat is ook toch bijna ambetant. Dat is echt ambetant. Mm-hmm. En... Vooral als het was een groep jongeren, ik was in Gent geweest naar een film. Het was een hele grote zaal, het was Bad Boys, Last of Bad Boys. Ja. En er kwam van 10 minuten, toen dat de film bezig was, kwam er echt van de jongeren naar binnen. Niks dat ik tegen jongeren heb, ik ben zelf nog jong. Maar dat was die groepsdruk. Die gasten kwamen binnen, heel lachen en ze kwamen opsteken. En ik kwam echt te doen met de mensen die erachter zaten. Mm-hmm. Want die gasten waren heel aan het babbelen en het was al opeens ruzie met die gasten. En... Ja, kost me er ook wel aan erger. Zo is van, allee gasten, kom, ho. Of mensen, ja, dat is een ergernisse. Dat is een ergernisse. Mensen die smaken. Ja. Ken de cinema. Mm-hmm. Nee, als ze zo popcorn aan het eten zijn, maar als ze zo bergen veel lawaai, maar... Dat... Ja, als ze... Ja. Het dekzak dat achter je zit, met de dozen popcorn. Ik hoor mensen die smaken in het algemeen. Dat vind ik echt veel. Ja. Als ik iemand zie eten met zijn mond open, dat zijn van mijn grootste ergernissen eigenlijk. Ja. Dat is echt mensen die smaken. Ik kan echt niet eten. Ik kan stoppen met eten. Hè. Ik kon er ook wel zeggen, we gasten je mond toe. Ook die mensen kennen, maar... Ook persoon die kan ook weer wegwandelen, maar ik vind het echt kiezen. Mm-hmm. Leer mijn mond toe eten. Simpel, hè? Ja. Misschien dat sommige mensen geen adem genoeg. Ja. Dat kan ook. Nee, dat is de techniek van met mijn mond toe, lukt het via mijn neus. Ja, als ze verkouden zit, is dat ook bijna moeilijk om te eten. Als je neus zo helemaal toe zit, ja. Dan? Wat toen heb je nog een reden. Maar ja, ik er misschien ook wel een beetje mijn hand voor mijn mond toe. Ik had er rekening mee, omdat ik weet dat het is. Ja. Nee, kijk, dat komt me echt wel aan ergen. Ja. Dat is, en die echt op de radio en smaken, dat zijn eigenlijk twee grootste ergernissen. Ik kan daar gewoon niks aan doen. Ja. Dat is gewoon...
Weet wat? Want die ding dat je echt, zegt hoe je naartoe aan het kijken zit. Ja. Op een moment was ik ook van mijn mullen. Ah. Maar dat is mijn maat schuld, dat is niet van het. En er zou het voor komen. Ja? C'est la vie. Ja. Ja, oké. Okay. Nee, maar lult niet direct allemaal. Ja, ik wou aan het dus denken dat het tegen aan het tanken even. Dus ik was niet meer echt zo aan het opletten. Dus, de draad kwijt, hou. Ja. Dan kon ik zo een logisch bruggetje maken naar mijn volgende ergernis. Ja. Dus ik was zo aan het kijken van waar kan ik ergens een bindingspunt hebben. Maar ik van de ergernis niet om mijn notities te staan. Links, stop links naar rechts in, ik weet. Maar ik had er geen vorm, dus ga ik gewoon mijn volgende ergernis zeggen. Ergernis die ook nog opstaat. Is zo, ja, als je een trein neemt en zo, als je zo moet instappen, dat zo mensen via de eerste klasse instappen, maar dan toch gewoon naar de tweede klasse gaan. Ja. Dat. Ik denk dat zo aan het wachten van, ja, dat de mensen zo afstappen en dan op te gaan. Terwijl dat, ja, langs de eerste klasse stapt niemand bijna af. Dus dat mensen die echt al staan wachten om naar binnen te gaan terwijl hij nog buiten staat. Dat. Ja, via klasse 1 dat er niemand staat, zoek dat ook wel nog duwen. Wij zitten dan ook gewoon te wachten totdat die mensen in de tweede klasse landen. Hm? Rij je in eerste klasse misschien? Nee, tweede klasse. Ah, okay. Als zo, opstappen langs daar en dan toch naar de tweede klasse te gaan. Ja. En hij staat buiten te wachten, maar er zijn ondertussen mensen nog in de tweede klasse wagon aan het stappen. Dus naar buiten aan het gaan. Er zijn al heel rij mensen die ook aan het wachten zijn om... Maar als hij opstapt, dan moet je eerst die mensen ik voorlaten, omdat die dan al zo staan. Dus dat is ik zo. Dus die mensen die langs klasse 1 zijn opgestapt, moet je dan ook voorlaten, zoals hij. Dat zullen we trainen. Dus dat ja, dat ze zijn gewoon zelf zo wat... Ja, ik snap het. Opdringen. Eigenlijk, op het moment, je staat nog te wachten tot aan de mensen van de trein aan het wandelen zijn. En ze zijn al binnen aan hun zetel, waar ze gaan zijn. Ja. Ja, ik snap het. Ja, dat is ook... Ja. Maar we dat gewoon is, dat is slim zijn. Ja. Dus je moet dat gewoon ook doen. Ja, ja, ja. Ik kerm me gewoon aan het feit dat ik als eerste zou staan bij de deur en dat de rest allemaal plaats zet. En nee, nee, dat is ook me dan erger. Ja. Survival of the fittest. Ik heb er niks aan doen. Maar dat je erop zit. Leven is voor de slim zijn ze. En de klootzak. Ja, dat laatste moet je niet geloven. Oké. Ja, dan nog iets dat ik hier heb staan is. Dat heb ik gezegd. Juist. Als mijn moeder zo zegt van ja, hangt uw jas, allee, om een voorbeeld te geven, hangt uw jas aan de kast. En ze heeft samen haar jas zo in de zetel geworpen, terwijl hij ook een jas gewoon in de zetel wil werken. Dus als ze iemand zegt dat je het anders moet doen, dat ze het zelf wel zo doet. We kunnen VR net noemen, nee, aan onze moeder. Dat is. nee, maar ik snap wat hij wil zeggen. Ik snap wat hij wil zeggen. Van die maat, dat statements maken, die jong tegenspreken in bepaalde shit. En dat je toen een eentje later dat je ze zelf ziet doen. Zet een ding dat ze. Ja, dat is inderdaad. Dat is inderdaad. Ik kom er ook wel aan naar in. Maar ik vind meer toch funny geweest ze. Dat op een kat is dat zijn gouden moment mee. Van, wist je het nog? Wist je het nog, matje? Ja. Kan een voorbeeld, maar ik kan het niet samen, want het is een beetje... Waarom niet? Het is redelijk secreten. Wat ik een mooie keer met de maat iets voor had, lange geleden. Mm-hmm. Het gaat over meisjes, seks met meisjes, maar ik kan het niet vertalen. Maar je moet geen naam noemen, nee. Fuck it. Het was weer... We gingen met een bandje vroeger... soms ken dat Dardan. En dat was een soort van survival ding dat we deden. We waren een beetje into. Zo. En dat was ook met de guys dat we gingen. En op dat zei ik, weet wat, kon je een keer een moksje meebrengen, kijk. En ik had toen een moksje meegedaan. En dat verloor toen een beetje zo de charme van dat survival ding. Hè. Want ik zat te poepen in de tent. En ik ken onder mijn zak had van een van die gasten dat mee was. Wow, dat is de bedoeling nu. Dat. En ik echt van, allee, kom gasten van mijn zeer. Waarom zou je maat dat niet gun? Kijk, dat is toch cool, weet je. Mm-hmm.
En dus ja, 2 weken later, kwamen ze met mij. En wat hadden we gedaan? Ja, het zeven. De vrouw is meegepakt en er was een boek voor dus. Ik was dus van, bro, what the fuck? Allee, snap je? Dat is zo'n voorbeeld. Mm-hmm. Ik heb geen naam genoemd, hè. Ja, nee. Dat was lang geleden, hè. 8 jaar geleden, fuck. Ja. Zwat, ja. dat was ook zo. En ik me er eigenlijk aan herinnerd. Ik ken er wel aan herinnerd. Ja, als je het ook niet onthouden hebt, hè. Na 8 jaar, dat... Nee, dat was echt zoiets. Dat was echt zo van... Allee, dat was echt... Ja? Dat was zo dwaas van, allee, wat zit je van je tak te maken in dit jaar? Ja, van die toestand. Ja, kunnen. Of een van die dingen meegemaakt, hè. Maar dat zijn dat wel ontdomme. Ja. Ja. En dan de laatste die ik hier heb staan. Ja, we gaan toch op een 3 kwartier kunnen eindigen, denk ik. Ja. Ja? Ja, we zien wel. Maar, ja. Hoe lang zijn we bezig? Nu zijn we 41 minuten bezig. 41 minuten? Oké. Okay. Ja. Ja, maat. Ik heb 2 kaffies gedronken om er een beetje deuren te komen. Ik zou je te schuin en te beven met mijn poot. Uh-huh. Maar het lukt. Ja. Dus de laatste, Agnes, dat ik nog had staan, is een bericht sturen aan iemand. En je ziet dat hij het gelezen heeft, maar ik heb geen antwoord. Zo, dat. Ja, ja. Ja, ja, inderdaad. Inderdaad. Maar wat dat iemand is dat fee doet, zo. Ja. Dat weet dat een tijd dat. Ja. Dat het leest, maar inderdaad. Wat dat een keer gebeurt. Nee, inderdaad. Dat is een goedje. Ik moet mij ook wel naar het vak. Er is zoveel dingen dat me dan ergeren. Ja, de... Ik zeg, ik ga rapot worden, ik weet het nu al. Van heel de mensen komen die in de zetel zitten, godverdomme. En dan aan de skateplanken, en het trottoir aan het trainen. Of zo van die oude mensen worden. Juist, ja, hè. Dat is veel erger. Is. En toch ook bellen naar elkaar en heiten zitten, reclameren tegen elkaar. Ja. Is het goed? Onthoud het. Dat was. Is goed. We zijn 40 jaar nog ketteren. Onthoud nog een keer hoe ze erger is overlopen. Ja. En dat is dat boek geschreven. Voor die live podcast van volgende maand. Want normaal is als je heet hem te gast. Ja, het kan zijn dat hij niet gaat doorgaan, hè. Met de lockdown. Zien jullie dat even in een maand? Ja, we zien wel aan het zeggen dat Singsten waarschijnlijk niet gaat doorgaan. Dus, ja. We gaan wel zien. We gaan zien, hè. Ja. Maar, het is het staal. Deze zomer, of vlak voor de zomer had dat wel weer een orde zijn hier. Hopelijk. Dank het wel. Dat ook weer zoveel podcasts doen, of dat we wel... Het is wel leuk, moesten we dat fysiek kunnen doen, hè? Mm-hmm. Voor mensen erbij. Ja. Ik heb wel zondag een super lange aflevering opgenomen. Dat is echt zo'n aflevering van 2,5 uur. Mm-hmm. Met om de rond, Wesley en Amory. Ja, dat was een podcast met 3 gasten. Ja. Dat kan ook via Skype, had ik toen opgemerkt. Maar dat is zo'n 3. Ja, 3 schermpjes op je scherm. Maar het is, ja, het is toch gemakkelijk in de real life. Dan, ja, Skype. Je moet ook snel hebben voor. Je kunt dat anders niet doen, hè. Ja. Ja, goed, hè, want toen bij Skype kon je het niet meer. Nee, want inderdaad, wat extra, hoe meer zielen, hoe meer vreugde, hè. Denk dat ze zeggen. Ja, maar wat kan je doen? Kijk, ja. Ja. Met een aantal in het gesprek om. We kunnen ook een keer iemand verrassen, hè? En een keer opbouwen. Ja. Nu doen, hè. Je moet niet, Ja, nee, ik denk dat ik... Wat? Ik kan hem een keer op stijl zetten. Ik weet niet of je het hoort. Dat... Ding! Voilà, dat is waar. Ja. Oké. Okay. Nee, ja, ik denk dat dan... Ja, toch gaan afronden en zo. Alright. Ja. Dus, Wie bent... Wat voel je ervan? Zijn je nog bezig? Toch nog een vraag. Zijn je nog bezig met nieuwe nummers te maken en zo? Is er iets dat moet volgen? Heb je nog plugs? Komt de projecten? Zo klaar. Nee, het is wel 14 april. Het is het eerste dat ik het aan vertaal. 14 april. Komt er een nieuwe single uit. Ben begonnen, dus een laatjes bezig nu aan een sessiereeks. Dus dat zijn spitsessies.
De bedoeling is om de twee maanden een nieuwe uit te brengen. De bedoeling is om de maand een nieuwe release uit te brengen. Maar met de lockdown had dat waarschijnlijk toch een paar maanden vertraging aan. Ja. Want normaal zien we een clipshoot. Normaal zien het weekend dat nu komt en daarachter. Mm-hmm. Maar we gaan dat niet kunnen doen, omdat iedereen in zijn huisje moet blijven. Dus ja, dat plan valt ook een beetje in het water. Maar bon, sowieso 14 april komt er iets nieuws uit. En dan is het nog niet zeker hoe lang dat nog gaat duren. Hopelijk zo rap mogelijk, hè. Want het stekt een beetje tegen, hè, tussen. Ja, het is waar. Ja. Want het is altijd wel voor iets goed, situaties. Ja, maar ja, ik dacht ook dat ik zo veel productiever ging zijn, omdat ik veel tijd heb en zo. Het nog een keer soms. Wat? Zet op je boek. Het heeft nog een keer de fact, soms. Ja. Maar, ja, allee, maar... Zet een IPC en zit een chips te boefen en dan een filmpje te kijken. En meestal schrijf ik ook gewoon teksten door dingen dat ik heb meegemaakt. Maar als je thuis zit, dan maak je niet echt dingen mee. Dus dan heb je niet echt iets om over te schrijven. Dus dan, ja, heb je niet echt iets om mee te werken. Dus dat denk ik ook wel. Dan kun je naar buiten gaan naar goed snap je, man. Hè. Ja. En daarover schrijven, hè. Ja. Het leven zo interessant, maakt nu wel. Ja. Zo wat. Ik heb er nog iets aan. Dat is echt makkelijk. Ik weet niet waarom, maar ik heb dat echt een keer gerealiseerd. Ik heb ook een keer tegen een maat gezien. Dus dat is echt zo makkelijk om iets te verpesten met iemand. Zo makkelijk om het te verpesten dan iets op te bouwen. Ik bedoel, we gaan naar buiten naar een wildvreemd dat je nog nooit te zien hebt en geef dan hun dok en zijn mullen. Zo makkelijk houdt het. Juist, hè? Mm-hmm. Ja. Daar heb ik een podcast over, maar... Ja. Vraag me dat ze scenario's hebben geschreven. Ideaal. Zo va. Ja. Ik kun nog een keer vragen voor een podcast. Is dat concept? Voilà, we hebben een concept en zo. Ja, is goed. Hoe verpest je het met de mensen? Ja. En we stemmen. Ik op mij. Dan heb ik je aan en nut. Of ze weer stellen? Weer stellen. Niks iets. Voilà. Het is opgelost. Ja. Het is opgelost. Alright, Louis, merci voor uw kostbare tijd. Ja, ik heb nu toch massa's veel tijd uiteindelijk. Hè. Ja, het zal wel. Maar tijd is kostbaar. Hè. Dat is het mooiste dat ik u geef aan de twee, wist je dat? Mm-hmm. Is dat je dit aan gespendeerd, kun je niet meer terug, man. Zeggen, time is money, maar dat is bullshit. Geld kun je al terug verdienen. Dus als je dit free maakt voor me, is dat een van de chance dingen dat ik het doe? Is dat chance dat ik het doe tegenover iemand? Omdat het belangrijk is om aandacht te hebben voor wat de persoon zegt tegen je. Niet om met je gezin bezig te zijn, maar ja, nu heb ik hem nodig voor je kop. Ineens, maar hij snapt me wel. Ja. Dus, dankjewel, Louis. Ja, uiteindelijk, het is mijn podcast, dus hij heeft tijd voor je gemaakt om te gast te zijn. Hè. Ja, met veel plezier, Vint. Met heel veel plezier. En het is niet de laatste, hè. Maar de naaste keer is fysiek, hè. Ça va. Veel voor. Is goed. Is het goed? Ja. We kunnen dan over funny shit. Like dat ik zei, we kunnen echt van die eenvoudige, grappige ideeën waarover dat we het kunnen aan. Het is soms niet veel nodig om over te spreken. Just, hè. Dat klopt. Volledig. Ja, ik was even bang dat ik terug was weggevallen. Ja, het was een beetje aan het tapen. En zo. Ja. Oké. Okay. Ben ik nu al 5 minuten aan het zeggen dat we gaan afronden. Dus ik kan dat gewoon zeggen. Salut, man. Ja, maar ja, nog hij niet. Nee, ik zit maar aan het cijferen. Gewoon afsluiten. Okay. Gewoon nog een koffie drinken. Bye-bye, copain. Salutjes. Voorzichtig. Niet doodgaan. Ja, blijf zeker leven, nee, man. Blijf zeker leven. Ik kom mijn best te doen. De meter afstand, hè. Weet het, hè. Ja, is goed. Sorry, man. Bye-bye. Ciao.